allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is avond. Het is inmiddels 8 uur bijna. Nee, 8:10. Ik ga nu even naar school, want ik ga nog even studeren, want dat heb ik vandaag nog niet gedaan. En daarna ga ik naar Kees, want Kees is vandaag jarig. En we gaan heel eventjes avondje bij hem zijn verjaardag vieren met een klein groepje. Tenminste, ik denk met een klein groepje. Misschien heeft hij wel heel veel mensen uitgenodigd. Ik weet het eigenlijk niet. Maar geen idee. Heb ik in ieder geval heel veel zin in. Ik ben net gedoucht, dus daarom is mijn haar nat. Maar ik ga nu snel naar school. Dus. Hallo, goedenavond. Het is vandaag woensdag. Volgens mij heb ik gisteren niet gevlogd. Dat weet ik eigenlijk nu even niet zeker. Het is op dit moment 9:45. En ik ben nu pas thuis. Ja, welkom in mijn leven. Ik had les tot 7:15. En daarna ging ik nog studeren. Bedenk me nu dat ik nog boodschappen moest doen. Dat ik iets moest halen wat ik nu niet heb. Dat is balen. Ik heb hier ook nog een enorme afwas die ik moet doen. Ik moet nog mijn vlog van vorige week uploaden. Dat hij morgen online komt. Ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer. Het was echt een veel te lange dag. Morgen ga ik gelukkig bij Judith eten. Samen met Juliette. Sorry dat ik het zeg, maar ik ben er echt blij mee. Want dat betekent dat ik niet zelf hoef te koken. En dat is gewoon echt heel lekker. Dus ja, ik heb wel een lange dag ook weer morgen. Daar ben ik niet heel ready voor. Maar goed. Ik ga nu even mijn smoothie voor morgen maken. Ik ben gewoon echt heel moe. Ik moet gewoon echt slapen. Dus ik ga dat ook echt doen. Ja. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Het is vroeg. Het is 7:50. Ik moet nu ook echt gaan. Ik heb vandaag zangles om 9:00 ochtends. Rip. Ik vind dat echt niet oké. Gewoon überhaupt het feit dat ik vandaag om 7:15 mijn bed heb weggegaan. Ik ben het gewoon niet meer gewend. Ik geef het echt eerlijk toe. Ik begin bijna elke dag om 9:30 of 10:00. Dit is gewoon te vroeg. Oh, mijn stem ook. Die moet echt nog even wakker worden. Nou, ik ga nu naar school. Ga ik nog even inzingen, bubbelen. En dan ik heb een zanglesje om 9:00. Ik heb op dit moment een zieke allergische aanval van mijn kat, denk ik. Want ik ben weer thuis. En altijd als ik thuis ben, heb ik hier last van. Echt verschrikkelijk. Maar, oh, ik ga weer. Het is vandaag zaterdag en ik ga vandaag naar de Zwarte Markt samen met mama in Beverwijk. Ook wel de bazaar genoemd. Daar heb ik heel erg veel zin in. Het is altijd leuk om lekker rond te struinen. Dus ik ga nu niet langer praten, want ik ga echt zo meteen weer niezen. Wat zei ik je? Love life. Wil jij even wat voor me doen? Geluid wat zachter zetten. Dus, doe het toch maar uit. Zeg maar. Maar anders krijg ik copyright claims en zo. Dat moeten we niet hebben. Het is inmiddels avond. Ik heb de hele middag nadat ik terug was van de Zwarte Markt op de bank gelegen en Netflix gekeken. En nu dacht ik, laat ik even een shoplog doen van wat ik heb gekocht. Ik ben weer 100 euro lichter. Maar ik heb wel leuke dingen gekocht. Dus ik ga het laten zien. Dit zijn mijn tassies. Ik heb 2 jasjes en een broek gekocht. Helemaal leuk. Dit is het eerste jasje die ik heb gekocht. Dit jasje met allemaal leuke sterretjes erop. En ik wilde dit jasje al heel erg lang. Ik zag hem net op Instagram voorbij komen. In een andere kleur wel, maar toen zag ik deze op de Zwarte Markt. Toen dacht ik, I need that in my life. Hij is dus groen met zwarte sterretjes erop en ik vind hem helemaal fantastisch. Hij is echt super leuk en hij kostte 50 euro. Vind ik wel best duur, maar hij is wel leuk, dus ik heb hem toch maar gekocht. Heb ik bij een andere meneer nog 2 dingen gekocht. Als eerste deze witte, even opstaan, flared broek. Ik had het al wel een paar keer bij andere mensen gezien, een witte flared, en ik vind het heel erg leuk. Dus toen dacht ik, meenemen. En deze heb ik voor 15 euro gekocht. En hij zit echt super lekker. Dus daar ben ik heel blij mee. En dan heb ik dus nog een jasje gekocht. Deze was 40 euro. Ook erg leuk.
En dat is deze. Het is een beetje een, ja, wat is het voor kleur? Beige. Wat is het voor kleur, man? Beige. Mama zegt ook beige. Met zwart, een beetje luipaardprintje-achtig iets. Ik weet niet precies. Vlekken. Kan niet uitleggen. Deze is ook echt super leuk. En ja, ik ben er gewoon heel erg blij mee. Heel leuk model ook. Dus ga ik heel veel plezier van hebben, denk ik. Dus ja, dat is wat ik had gekocht. Yay! Gizmo wil wel op de vlog. Ja. Want de drie dansparen die hier nu nog staan, zijn de koppels met de minste punten. Twee paren zien we volgende week terug. Hey, je mam. Ja. Ik ga naar bed. Helaas. Doei, doei, love you. Slaap lekker, lieve prinsesje. Doei, love you, dag. Ik kreeg laatste keer onder mijn vlog een reactie of ik wat vaker wil laten zien wat voor boodschappen ik doe en wat ik allemaal eet. En dat wil ik zeker voor jullie gaan doen. Dat wil ik wel even in de vlogs een beetje erbij gaan toevoegen. Want het is denk ik inderdaad wel interessant wat ik nou koop als student en wat ik allemaal eet. Ik ben de laatste 2 weken eigenlijk best wel bezig met het gezonder eten. Zo eet ik eigenlijk bijna geen brood meer. Eet ik echt alleen maar crackers met avocado, smoothies, groenten, fruit. Ja, ik weet niet. Ik eet gewoon best wel gezond de laatste tijd. En ik heb net weer boodschappen gedaan. Dus ik dacht, ik laat even zien wat ik nu heb gekocht. Ik heb nu een beetje boodschapjes gedaan voor de hele week. Dus ik zal het even laten zien. Nou, ik heb het allemaal even op mijn bed neergelegd. Nou ja, dit zijn echt bijna alleen maar gezonde dingen. Ik ben echt super trots als ik hier naar kijk. Hier liggen nog wel 2 zakjes geraspte kaas. Dat is niet zo gezond, maar hè, als dat het enige is, dan kan ik er wel mee leven. Nou goed, spinazie, want ik maak elke dag een spinaziesmoothie. Dus een grote zak spinazie van de Albert Heijn. 3 kiwis, zodat ik mee kan nemen naar school. Een paprika, ook om mee te nemen naar school. Avocado's, want dat eet ik dus echt elke dag nu. Dus lekker zo'n avocado netje van de Lidl. Heel fijn, want dan krijg je er gewoon meerdere. En is volgens mij ook niet heel duur. Ik weet niet, want ik heb het bonnetje niet. 2 diepvries mango dingetjes, ook van de Lidl. Ik heb er maar gelijk 2 meegenomen, want het is elke keer uitverkocht. En daar word ik een beetje moe van, dus ja. Dit zijn 4 blikjes tomatenpuree voor door mijn pasta saus. Gember vind ik super lekker. Ik drink echt heel vaak gemberthee. Hummus naturel. Ik heb ook nog in de koelkast hummus pikant. Die vind ik ook heel lekker. Ik heb worteltjes gekocht. En ik moet eigenlijk toegeven dat ik wortels helemaal niet zo lekker vind. Maar ik dacht, laat ik het maar gewoon even een keer proberen. Want ik vind het dus wel lekker met hummus samen. En dat is ook nog wel gezond. Dus dat is wel heel erg chill. Dus ik ga het gewoon weer een keertje proberen. Misschien dat ik het uiteindelijk gewoon wel heel lekker ga vinden. Griekse yoghurt creamy. Die is ook van de Lidl. Ik zeg de Lidl, maar wat is het eigenlijk? Lidl, Lidl, Lidl. Ik zeg altijd wat anders. Maar goed. Deze is echt super lekker. Die ja, is echt mijn lievelings. Smeerkaas sambal en smeerkaas naturel. Vind ik lekker met rijstwafels om te eten. De mama had. Dan heb ik halfvolle yoghurt. Die is ook voor in mijn smoothie. Dus deze eet ik altijd als ontbijt. En deze doe ik altijd in mijn smoothie. En dan heb ik nog bananen. Voor 2 euro zo'n grote zak. Vind ik heel chill, want ik eet heel veel bananen. Ik eet eigenlijk wel 2 bananen op een dag. Omdat ik 1 banaan in mijn smoothie doe. En 1 banaan in mijn yoghurt. Dus gaat best wel snel op. En dan dus nog 2 zakjes geraspte kaas. Dit is 30 plus en dit is gewoon. Dus top! Oké, en laat ik dan ook even laten zien welke crackers ik altijd eet. Ik eet nu altijd deze crackers. Die zijn ook van de Lidl, Lidl, whatever. En deze zijn heel lekker. Er zitten zonnebloempitten in en zijn lekker heel erg donker. Maar deze vind ik heel lekker en die vullen ook goed. Dus dat is top. En nu zie ik dat mijn camera leeg is. Dus ik ga hem snel in de oplader doen en al mijn boodschappen in de koelkast leggen.